heb het nooit op tv gekeken, maar als ik het zo bekijk van dichtbij, dan ik vind het een heel leuk sport. Als ik heel eerlijk moet zijn, ja. Ja, ik vind de switch echt heel gezellig. De hele tijd hebben ze een yell. Ja, dat is wel ook wel leuk, hè. Ja, ik kijk wel eens voetbal natuurlijk, tennis, basketbal ook wel. Ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje. En nou denk ik ook volleybal. Ja. Ja, toch wat vaker? Ja, ik denk dat we wel vaker gaan kijken, ja. De jongens zijn allemaal 2 meter, 2 meter 14, 1,90. Nou, dat is bij voetbal niet. Ik ben echt wel benieuwd wat de eetpatronen zijn eigenlijk hier. Op zaterdag eten we meestal gewoon pasta voor de wedstrijd, zo'n 4 uur voor de wedstrijd. En door de week gewoon normaal eten, gewoon een aardappeltje met een stukje vlees en af en toe een keer wat rijst en pasta. Dus gewoon lekker afwisselen, maar wel gewoon normaal eten. Dus geen patat of Chinees, gewoon gezond eten. Ja, doe je ook veel aan krachttraining? Ja, we krachttrainen in principe 2 keer in de week. Als wij op zaterdag geen wedstrijd hebben, dan willen we het ook nog wel eens op vrijdag doen. Maar het is hoofdzakelijk gewoon maandag en woensdag. En dan heb je nog wat tijd om te herstellen voor de zaterdag. Volg jij FC Groningen? Ja, ik volg het wel inderdaad. En ik ben dit seizoen al een keer of 2, 3 even een wedstrijdje wezen kijken. Dus ik ben wat dat betreft wel heel sportminded. Dus ik hou van vele sporten. Ja, heb je buurman wel eens een actie gezien? Nou, nog niet zoveel dit seizoen inderdaad. Dus ik weet dat hij een van de spitsen is. En dat het moment waarschijnlijk daar wel is dat hij kan gaan spelen. Spelers die in het eerste team weinig spelen, je hebt er natuurlijk ook een paar. Hoe ga je met dat soort jongens om? Ja, die moet je gewoon blijven motiveren en blijven wijzen op hun toegevoegde waarde. En het is natuurlijk voor de speler heel lastig om inderdaad maar elke dag maar weer te blijven gas geven. Maar het is de enige mogelijkheid die je hebt. En gewoon voor je team te willen zijn. Op het moment dat je erin komt inderdaad direct je kans pakken en gaan, dan bewijs je dus ook je meerwaarde voor het team. Ja, Serhat, hoe ga jij daarmee om? Ja, ik denk als je niet in de basis staat of je speelt nooit, moet je gewoon echt hard blijven werken en erin geloven. En als je die kans krijgt, moet je het gewoon pakken. Er kunnen er bij hun maar 11 in het veld staan, bij ons maar 7. Ja, en daar zal een coach een keuze in moeten maken. Maar kijk, er kan ook een blessure komen. En als je dan fitte wisselspelers hebt die altijd mee hebben gedaan, ja, dan ben je als coach gewoon heel gelukkig. En dat is gewoon een enorme toegevoegde waarde voor je groep. En op het moment dat je als wisselspeler minder aan spelen toekomt, maar je bent op de trainingen altijd wel super aanwezig, dan word je gewoon enorm gewaardeerd door de rest van het team. En als je er dan in komt, word je ook direct meegedragen op het succes. En dat is gewoon heel belangrijk. Zou er voor Serhat nog iets weggelegd zijn met volleybal? Zijn lengte? Nou ja, als je snel bent en je bent wat kleiner, dan zou je altijd nog libero kunnen worden. Dus dat kan wel. Libero hoef je niet groot voor te zijn. Moet je gewoon snel zijn en goed kunnen pasen en verdedigen. Dus ook voor wat kleinere mensen kun je heel hoog komen. Nou, Serhat. Is het voor jou? Ja, misschien wel, weet je niet. Dat is de achterhoede eigenlijk. Ja, okay. Een andere kleur tenue heb je aan. Oké, okay. Dus dat groene wat jullie hadden. Nou, wie weet, zien we je nog als libero. Spits bij het voetbal, libero bij het volleybal. Ja, weet je niet, hè.